processing power is vele malen sneller geworden. We hebben het niet meer over gigabytes, maar over zettabytes en alles gaat naar de cloud. En die technologische verandering die heeft een explosie aan algoritmes gecreëerd. En dat merken we allemaal. En het gave van mijn baan is dat ik daar onderdeel van mag zijn. Mijn company is een AI-bedrijf en wij helpen bedrijven om die algoritmes op een schaalbare, betrouwbare, maar ook verantwoordelijke manier te implementeren. En tegelijkertijd leiden wij de mensen op om daar ook mee te kunnen werken en die verandering ook duurzaam te implementeren. Artificial intelligence gaat erom dat de kracht die al die algoritmes met zich meebrengen op een verantwoordelijke manier te laten samenwerken met de mens. En daar waar er vroeger 10 mensen samenwerkten omdat die meer weten dan 10 keer 1 individu, komt daar vandaag de dag al die algoritmes bij. En het systeem van een efficiënte samenwerking tussen de mens en die machine, dat is wat wij artificial intelligence noemen. Wij opereren op internationale schaal en binnen Nederland zijn wij marktleider in het AI-domein. Wij werken eigenlijk voor alle leidende bedrijven in de grote sectoren, waaronder telecom, banking, insurance en travel. Wij helpen bedrijven onder andere door het bouwen van machinekamers voor modellen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat al die algoritmes die ontwikkeld zijn op een schaalbare, maar ook betrouwbare en controleerbare manier geïmplementeerd worden. En dan gaat het niet om 1, niet om 5, niet om 10 algoritmes, maar om honderden en soms in sommige gevallen wel duizenden algoritmes. En dat doen we door gebruik te maken van technologische innovaties op de Microsoft, Amazon of op de Google Cloud. We hebben ook een opleidingsschool, GAIN. En daarmee zorgen we ervoor dat die verandering die wij bij bedrijven realiseren ook blijvend maakt. En dat doen we door de mensen die bij die bedrijven werken op te leiden en te laten leren werken met AI. Ik ben ervan overtuigd dat we pas aan het begin staan van de verandering die AI ons gaat brengen. En ik denk dat we op dit moment niet kunnen vermoeden welke verandering AI ons in 2025 gaat brengen.